Hallo allemaal en allemaal hartstikke welkom bij een gloednieuwe video. Eindelijk weer tijd om video's te maken. Ik weet het, ik heb al geruime tijd geen video's meer kunnen maken, tot mijn spijt. Ik vind het erg jammer, ik had al graag weer meer filmpjes willen maken. Maar wat het mee te maken had, dat had mede te maken met studie. Deze studie is nu erg intensief. Ik heb een aantal drukke perioden achter de rug. En daarbij was het ook natuurlijk voor lange tijd winter, waardoor er simpelweg niet zoveel meer te uploaden viel. Vandaag komt daar echt een verandering in. Tijdens mijn studie ben ik namelijk op excursie geweest. Ik heb een aantal excursies gehad naar verschillende natuurgebieden voor een vak op de universiteit. Een gebied dat ik onder andere heb bezocht, dat is de Drentse Aa. Dat is een zandlandschap in Drenthe, waar ik onder andere heb gekeken naar de vegetatie en hoe die wordt beïnvloed door bepaalde factoren, zoals de bodemvochtigheid en de zuurgraad en weet ik het allemaal. Iets waar ik jullie deze video niet te veel mee wil gaan vermoeien. Tijdens die excursie was het een erg mooie warme dag. Het was echt mooi voorjaarsweer. En ik denk zo rond de 24 graden. Dus ik had al toen wel zo'n licht vermoeden dat er mogelijk een aantal mierenkoninginnen te vinden zouden zijn. Meestal begint het bruidsvluchtenseizoen zo'n beetje rond mei. Dan zullen de eerste mierenkoninginnen, met name van parasitaire mierensoorten, gaan uitvliegen. Dus ik had al het idee dat ik misschien wel het een en ander kon gaan vinden. Toen we over een zandpad liepen, wees een van mijn medestudenten op twee hele grote mieren. Toen ik even goed keek, zag ik dat het inderdaad om twee mierenkoninginnen ging. En het ging ook niet zomaar om koninginnen. Het gaat namelijk om een van mijn favoriete miersoorten in Nederland. Ik denk wel naast de Lasius fuliginosus mier, oftewel de glanzende houtmier, mijn favoriete miersoort. Het gaat hier namelijk om de rode bosmier. Alhoewel het hier dus gaat om een van mijn favoriete miersoorten, is het helaas niet de meest makkelijke miersoort. Want zoals ik zei, gaat het hier om een parasitaire mierensoort. Nou, wat dat is, dat heb ik al heel vaak uitgelegd. Maar voor de nieuwkomers zal ik het nog even heel kort uitleggen. Nou, een parasitaire miersoort, dat houdt in dat deze mierenkoninginnen op zoek gaan naar een kolonie van een andere miersoort. Die soort is overigens wel specifiek. Er is dus een aantal miersoorten waar zo'n mierenkoningin op kan parasiteren. Dat is soortafhankelijk. Die zal dus op zoek gaan naar een specifieke miersoort. En bij die kolonie dan de koningin doodmaken en dan de geur overnemen, zodat de werksters uiteindelijk voor haar en haar broed zullen zorgen. En langzaam zal de kolonie dan gaan bestaan uit werksters van deze mierenkoningin. En zullen de werksters van de oorspronkelijke kolonie, oftewel de gastkolonie, zoals we dat noemen, uit ouderdom uitsterven. Kortom, deze koninginnen hebben dus een nest nodig van een andere miersoort om succesvol een kolonie te laten stichten. Daar heb ik dus voor gezorgd. Ik heb hier namelijk een aantal werksters van de grauwzwarte renmier, oftewel Formica fusca. Ik denk dat ze rond de 15 werksters zijn. Wat het verhaal dus lastig maakt, is dat de koninginnen moeten worden geadopteerd, als het ware, door een vreemd mierennest. Nou, dat is erg lastig en dat komt met name doordat iedere mierensoort of iedere mierenkolonie een specifieke koloniegeur heeft. Nou, die geur die wordt namelijk veroorzaakt door speciale koolwaterstoffen die mieren over hun lichaam hebben. Deze koolwaterstoffen dienen er namelijk eigenlijk voor om het exoskelet waterdicht te maken. Maar dit geeft dus ook elke kolonie een specifieke geur. Deze samenstelling van koolwaterstoffen die verschilt namelijk tussen verschillende mierenkolonies. En daardoor kunnen mieren aan de hand van die samenstelling van koolwaterstoffen die de mieren over hun lijf hebben lopen, kunnen ze dus bepalen of mieren nest-eigen of nest-vreemd zijn. Ook binnen zo'n mierenkolonie verschillen deze koolwaterstoffen nog een beetje. Wel wat minder natuurlijk, maar er zijn altijd een klein beetje verschillen. En hierdoor kunnen mieren ook bijvoorbeeld aan de hand van deze koolwaterstoffen bepalen of het om een koningin gaat of om een werkster. Maar ze kunnen ook bepalen welk type broed het omgaat. Dus of ze met een eitje of een larf of kokon te maken hebben, dat kunnen ze allemaal bepalen aan de hand van deze concentraties koolwaterstoffen. Mierenkolonies die tot eenzelfde miersoort behoren, die hebben dus over hun exoskelet dezelfde type koolwaterstoffen lopen. Alleen zijn de concentraties van deze typen per kolonie weer anders, waardoor kolonies elkaar dus kunnen herkennen als vreemd. Tussen miersoorten onderling verschilt dit type koolwaterstoffen wel, waardoor ook mieren elkaar als vreemde miersoort kunnen herkennen. Wat zo'n parasitaire mierenkoningin dus moet doen, is proberen om de nestgeur van haar gastkolonie, zoals we dat noemen, succesvol over te nemen. Daar hebben ze ook allerlei trucjes voor. Door middel van feromonen kunnen ze de werksters bijvoorbeeld kalmeren en zo langzaam proberen om de koloniegeur over te nemen. Vaak gaat het echter lastiger dat die werkmieren ook weer allerlei trucjes hebben om dit te vermijden. Die hebben ook weer allerlei feromonen en stofjes om te voorkomen dat
die mierenkoningin de nestgeur overneemt. Wat het nog eens extra lastig maakt, is dat deze mierenkoninginnen dus ook geen vetreserves bij zich hebben, zoals ik zei. En dit alles maakt dat dit allemaal binnen een paar dagen gebeurd moet zijn. Anders zal ze simpelweg verhongeren en binnen een paar dagen uitsterven. Parasitaire koninginnen hebben overigens ook een erg kleine sociale maag, waardoor ze weinig voedsel op kunnen slaan. Mieren hebben namelijk twee magen. Eén maag voor zichzelf, een achtermaag, en daarvoor hebben ze dan nog een maag. En dat is dan de sociale maag, waarin ze voedsel kunnen opslaan dat ze eventueel ook aan andere nestgenoten kunnen geven. En doordat deze maag bij parasitaire koninginnen heel klein is, moeten deze dus binnen enkele dagen geadopteerd zijn door werksters. Anders zullen ze simpelweg verhongeren. Ik ga in deze video dus deze twee koninginnen samenvoegen met deze gastkolonie, oftewel iets van 15 werksters van het soort Formica fusca. Ga ik die proberen mee samen te voegen. Het zijn zo rond de 15 tot 20 werkmieren. Ik zeg altijd, zorg ervoor als je zo'n parasitaire mierenkoningin gaat proberen op te starten, dat het gastnest niet meteen te groot is. Het is namelijk makkelijker, weet ik uit ervaring, om parasitaire koninginnen te introduceren bij weinig werksters. Mogelijk is de koloniegeur dan ook minder sterk aanwezig, waardoor de adoptie makkelijker gaat. Een ander voordeel is dat ik deze werkmieren tijdens mijn vakantie in Slovenië heb gevangen, vorige zomer. Ik heb deze mieren dan ook denk ik al zo'n 9 maanden. Dat betekent dus ook dat deze mieren al geruime tijd in quarantaine zitten, zonder koningin, wat mogelijk maakt dat de koloniegeur minder sterk aanwezig is. Een mier die namelijk het meeste uitmaakt hoe de koloniegeur is, dat is namelijk de mierenkoningin. Deze koloniegeur is namelijk deels genetisch bepaald en deels door de omgeving. En het schijnt, als mierenkolonies al lange tijd geen koningin meer hebben, dat deze koloniegeur dan ook minder aanwezig is. En ook uit ervaringen van andere mierenhouders blijkt dat de kans op succes groter is als je werksters neemt die al geruime tijd geen koningin meer hebben. Oké, zoals jullie zien heb ik de buisjes zo langzaam aan elkaar gekoppeld. Links zien jullie het buisje met werksters en rechts zien jullie de twee koninginnen. Een van die koninginnen loopt zich al uitgebreid te wassen, dus misschien dat ze doorhebben dat ze nu mijn nest kunnen binnendringen. In ieder geval zie ik ook dat de werksters wat actiever worden, dus ook die hebben mogelijk door dat er een soort indringers in hun omgeving zijn. Ik laat de koninginnen zelf het nest benaderen. Het is belangrijk de koninginnen niet bij de werksters te schudden. Je moet ze echt zelf de tijd geven het nest langzaam te benaderen en zo rustig de koloniegeur over te nemen. Nou, ik ga in elk geval in de gaten houden wat er gaat gebeuren. Ik moet zelf nu helaas ook alweer het een en ander aan werk doen, maar ik zal af en toe even kijken hoe het loopt. En als er iets interessants gebeurt, zal ik het natuurlijk op film vastleggen. De eerste contact vindt plaats. Zoals je ziet is de koningin binnengedrongen. Zoals je ziet wordt ze al uitgebreid betast door de werkmieren. En ook gevoerd. Ja, de koningin wordt gevoerd, lijkt het op. Tot nu toe allemaal vrij rustige signalen. Ze wordt nu wel wat aangepakt, zoals je ziet, bij de poten. Maar tot nu toe vind ik dat ze vrij rustig op haar reageren. Ze wordt wel een beetje aangevallen, maar het valt allemaal wel mee. Parasitaire koninginnen zijn er ook wel op gemaakt om af en toe aangevallen te worden. Maar zoals je ziet gaat het best goed. En ze lijkt even te worden gevoerd door de werksters. De werksters zitten rustig om haar heen. Wordt gelikt, even verkend van wie is deze nieuwe huisgenoot. Je ziet nu overigens dat ze met name bij het achterlijf wordt belikt, om het zo even te noemen. Met name hier scheidt ze namelijk feromonen uit die maken dat ze vreemd ruikt. En dat ze nu zo wordt gelikt, dat is ook goed. Want de koloniegeur binnen zo'n mierennest, die verspreidt zich namelijk met name als er bijvoorbeeld voedsel wordt uitgewisseld. En als mieren dus met elkaar voedsel uitwisselen, dan zal die koloniegeur zich in zo'n nest gaan verspreiden, waardoor ze meer de kolonie gaat ruiken. Overigens zie je nu dat de koningin wordt gevoerd. Als je goed bij de mond keek, zag je dat ze net om voedsel bedelde bij een werkster. En volgens mij ook met succes. Dat noemen we trouwens tropolaxis. Deze mond-op-mond interactie, waarbij mieren dus voedsel uitwisselen, waarbij het lijkt alsof ze elkaar kusjes geven. Dat is een erg positief teken. Meestal betekent het dan dat de introductie is geslaagd. Het hoeft nog niet, maar tot nu toe allemaal erg goede tekens. De andere koningin die in het andere buisje zit, daarmee lijkt het iets minder goed te gaan. Heeft ook al wat gekromde poot. Lijkt ook al wat uitgeput. Dus in hoeverre deze het gaat redden weet ik niet. Maar ik zal het in ieder geval in de gaten voor jullie blijven houden. Tot nu toe lijkt het met deze koningin prima te gaan. Het blijft goed gaan. Ik zie nog altijd geen enkel teken van agressie. Ook zijn de werksters rustig naar haar toe. Ook heb ik al een paar keer gezien dat ze werd gevoerd. Zoals nu. Je ziet dat de koningin flink met haar voelsprieten en voorpoten beweegt. En zo voedsel af probeert te bedelen van de werksters. Ook dat is een kenmerk van parasitaire gynes. Deze zullen echt heel vaak om voedsel bedelen. Het is daarom ook echt belangrijk dat je zorgt dat de kolonie waarbij je de koningin introduceert voldoende voer heeft, zodat de werksters de koningin altijd van voldoende voedsel kunnen voorzien. Anders zullen de koningin en de werksters simpelweg één voor één verhongeren. Hier zie je het nog een keer dat de koningin voer krijgt, of in elk geval om voedsel bedelt.
Niet elke werkster heeft evenveel zin om de koningin te voeren, zo te zien. Maar zo nu en dan zie ik dat ze met succes om voedsel bedelt. Wat men dus ook wel trophallaxis noemt, zoals ik zei. Flink aan het verkennen met de voelsprieten. Op zoek naar een volgend slachtoffer om voedsel van af te troggelen. Hallo allemaal en welkom terug bij de video. Nou, inmiddels is het 's avonds laat, het is dus weer een paar uur later. Nou, ik zal voorlopig even een laatste update geven met een van de koninginnen. Die koningin die ik later heb ingevoerd, die je links in beeld kan zien. Daar gaat het helaas niet zo goed mee. Deze lijkt steeds zwakker te worden en lijkt ook moeilijk te kunnen lopen. Waardoor ik de kans vrij klein acht dat deze het haalt. Nou, de andere koningin die rechts van haar zit, die is zoals je ziet nog altijd erg levendig. En daar lijkt het ook goed mee te gaan. Wel heb ik gemerkt dat niet alle werksters even bereid waren haar te voeren. Ook al vroeg ze wel om voedsel door de werksters speciale tikjes te geven met haar voelsprieten. Niet alle werksters reageerden daar even enthousiast op. Ook heb ik een aantal werksters gezien dat hij in de poot beet. Nu zie je wel dat ze overigens wordt gevoerd. Wat dat betreft moeten we dus niet te vroeg juichen. Sowieso geldt met parasitaire gynes dat het ook later nog kan mislukken. Soms heb je dat een deel van het nest haar wel accepteert, maar dat er ook een ander deel van de kolonie is dat haar niet zal tolereren, waardoor ze alsnog gedood kan worden. Een ander mogelijk scenario dat zich kan voordoen. Dat is dat de koningin zowel niet wordt aangevallen, maar ook niet goed geadopteerd wordt. Ze wordt dus eigenlijk genegeerd. Dan lijkt het dus in de eerste instantie goed te gaan, maar kan het dan nog altijd zijn dat ze na een paar dagen dood in de reageerbuis ligt. Nu zie je dat de koningin overigens wel weer goed wordt gevoerd, dus wat dat betreft heb ik alle hoop. Ik heb deze kolonie zojuist overigens gevoerd met een beetje honing. Met name voor parasitaire mierenkoninginnen is een constante aanvoer van voedsel belangrijk, doordat ze zelf weinig voedsel op kunnen slaan in hun achterlijf. Dus zorg er altijd voor dat de gastkolonie waar je de koningin introduceert voldoende gevoerd is. Dit was voorlopig dus de laatste update. Morgen aan het eind van de dag dan ga ik waarschijnlijk weer naar Wageningen en dan zal ik pas over 7 dagen weer terug zijn en dan kan ik dus dan pas laten weten hoe het met deze kolonie is afgelopen. Als ik geluk heb, dan zal de koningin nog leven en is ze goed gevoerd. Als ik pech heb, dan zal ik haar dood in het reageerbuisje aantreffen. Nou, ik hoop er natuurlijk het beste van. Ik ga deze nu rustig in het donker leggen. Kunnen ze lekker tot rust komen. Zo'n introductie zorgt natuurlijk wel voor de nodige stress voor zo'n kolonie en de koningin. Dus het is nu ook belangrijk deze voldoende met rust te laten. Ik zie jullie over 7 dagen en hopen dat ik dan met goed nieuws kan komen. Oké, jongens, het is inmiddels een week later. En zoals je ziet gaat alles er nog steeds even rustig en vredig aan toe. De koningin heeft het dus in ieder geval goed overleefd. Dat is een goed teken. Dat betekent dat de werksters haar wel gevoerd moeten hebben. Parasitaire gynes hebben namelijk zo weinig reserves dat deze zonder dat ze gevoerd zouden worden binnen een paar dagen dood zouden zijn. Wat hier dus niet het geval is. Nou, de werksters lijken haar dus volledig te hebben geaccepteerd. Ze wordt goed verzorgd. Dus wat dat betreft heb ik alle hoop dat dit mogelijk een succesvolle kolonie kan worden. Ook heb ik ze, zoals jullie zien, ze hun eerste meelworm gegeven. In de hoop dat de koningin snel eitjes gaat leggen. Nu is het namelijk zo dat de koningin eerst goed gevoerd moet worden en fysiogastrisch zal worden. De eierstokken zullen er hopelijk extreem uitzetten, waarna ze hopelijk haar eerste eitjes zal leggen. Nou, dat zal dus een kwestie van afwachten zijn. Deze introductie lijkt dus geslaagd. Ik ben erg blij dat het gelukt is. Er zijn weinig succesverhalen van introducties van sociaal parasitaire gynes. Nou, we zijn inmiddels 2 weken verder na de introductie, of eigenlijk na de vangst van de gyne. 2 dagen later heb ik haar geïntroduceerd. Dat betekent dus dat ze nu zo'n 12 dagen in deze gastkolonie zit. En zoals jullie kunnen zien blijft het nog allemaal erg goed gaan. Want als je namelijk in de voorgrond kijkt, kun je al zien dat ze al eitjes gelegd heeft. Nou, dat is een erg goed teken. Dat betekent dat de koningin inmiddels volledig is aangenomen door haar pleegvolkje. Ook is ze blijkbaar goed gevoerd. Anders had ze niet de energie om eieren te leggen. Ik vind dat ze erg snel eitjes gelegd heeft. Meestal duurt het voor parasitaire koninginnen minstens 2 weken om eitjes te leggen. Maar hier lijkt het dus gelukkig allemaal wat sneller te gaan. We zijn nu dus al goed op weg naar een echte bosmierenkolonie. De eerste stap is gezet. Nou, het is nu wel nog zo dat er van alles mis kan gaan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de werksters uiteindelijk niet voor de larfjes gaan zorgen die uit de eitjes komen, doordat het toch om een andere miersoort gaat. En de koloniegeur van de werksters wegens genetische aspecten toch wat afwijkt. Die koloniegeur is ook genetisch bepaald, zoals ik zei, waardoor die werksters van de parasitaire koningin toch wat anders ruiken dan de werksters van de gastkolonie. Het kan dus nog altijd zijn dat de werksters niet naar de larven omkijken, waardoor deze niet voldoende worden verzorgd. Ook kan het zijn dat de eitjes uiteindelijk worden opgegeten. Kortom, er is nog van alles wat mis kan gaan. In ieder geval, so far so good. Het eerste pakketje eitjes is dus aanwezig. Ik denk dat het zo moet gaan om zo'n 12 tot 16 eieren, als ik het zo inschat. Zoals je ziet worden deze goed met elkaar gehouden. Die eitjes hebben namelijk een soort kleefstof waarmee ze aan elkaar blijven plakken. Dat is erg handig. Zo kunnen de mieren de eieren sneller van plek naar plek vervoeren als het nodig is.
Ik zal jullie vanaf nu dus ook op de hoogte gaan houden over de verdere ontwikkelingen van deze kolonie. Ik ga ook meer video's maken over hoe de kolonie uiteindelijk, hopelijk, een echte bosmeerkolonie zal worden. Dat zullen jullie dus de volgende update zien. Hopelijk kan ik dus snel melden dat de eerste larven of eerste bosmeerwerksters geboren zijn. Daarover binnenkort dus hopelijk nog een andere video. Nou, bedankt voor het kijken. Als je dit een leuke video vond, vergeet het dan niet een duimpje omhoog te geven. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan kun je natuurlijk altijd een reactie achterlaten. Mocht je nog geabonneerd zijn, vergeet dan niet te abonneren. En tot een volgende video.